Dames en heren, DVS-TV-kijkers, maar natuurlijk ook tv-kijkers van de hele regio. Want er wordt steeds meer naar DVS-TV gekeken. Vanmiddag de wedstrijd DVS 33 tegen Drachtse Boys. Uit, dat kan me nog wel herinneren, een nipte 1-0 overwinning. Wel volwassen over de streep getrokken, maar pittige tegenstander wel hoor, Drachtse Boys. Ja, het is een lastige ploeg om tegen te spelen. Ze maken de ruimtes heel klein en veel fysiek in de ploeg. Dus ja, we hebben het daar ook niet makkelijk gehad. Dus ik ga er eigenlijk van uit dat het vandaag ook niet vanzelf zal gaan. Dus, hoe denk je dat zij zullen gaan spelen? Nou, we hebben ze van de week bekeken in Urk. En dat bleek wel dat ze eigenlijk heel behoudend spelen. En eigenlijk met twee linies van vier kort achter elkaar. En dan is het heel erg lastig om je erdoor te voetballen. Dan hebben wij natuurlijk voorin wel wat kwaliteit lopen. Maar met name combinerend doorheen voetballen, dat is vrij lastig. Maar ik denk dat wij wel de ploeg hebben om dat te kunnen. Dus. Ja. Slim gebruik maken van de ruimtes er tussendoor. Dat zal het credo worden vanmiddag, of niet? Ja, tussen de linies lopen noemen ze dat, geloof ik. Ja, tussen de linies lopen, ja. Je moet dat altijd gewoon vrij lopen. Maar het zit hem eigenlijk in de manier waarop je aanbiedt, doorbewegen. Nou, noem het allemaal maar. En dat zit bij ons normaal gesproken wel snor. Dus ik ga ervan uit dat vandaag ook wel goed komt. Nou, Gerald Poot is kennelijk toch niet dusdanig ziek dat hij... vanmiddag gewoon kan spelen. Ja, klopt. Ja, we hadden sowieso een paar griepgevalletjes met Daniel van Waar van het begin van de week. En Gerald Poot afgelopen donderdag nog. Maar hij was voldoende hersteld, dus we hadden zoiets van, dan kan hij net zo goed meedoen ook. Het leek erop dat Daniel zelfs afgelopen zaterdag al een beetje in zijn incubatietijd zat, want hij was zo onherkenbaar. Ja, we hadden het idee dat het meer een griepgolf was afgelopen zaterdag, dus binnen de groep. Maar nou ja, rechtzetten wil niet meer, we hebben het vorige week gewoon niet goed gedaan. Ik vond de eerste helft nog redelijk, maar we kunnen vandaag laten zien wat we in onze mars hebben. En, Willem zei het, geloof ik, heb het gisteren ook op de radio gezegd, 14 wedstrijden over gedaan om een keer een draak van een wedstrijd te spelen. En vandaag kunnen we weer laten zien wat we kunnen. We gaan hopelijk genieten van een hele mooie pot voetbal en heel veel succes Jan. Oké. Dames en heren tv-kijkers, geniet ervan. Heel ze nu dan heb ik ook even contact met de radio. Radio Drachten en Radio Nunspeet. Mijn grote vriend Peter Does doet Radio Veluwe FM. Dus ik ben niet zo heel erg druk, maar toch wel ze nu dan een klein beetje druk. Dus dat weet u dan. Geniet ervan. Dames en heren, tv-kijkers, allemaal hartelijk welkom bij deze wedstrijd. DVS 33, Drachtse Boys, aan alle plichtplegingen zijn voldaan. En wij gaan kijken naar balbezit voor Drachtse Boys. Aguna in eerste instantie gelijk met een lange bal in de richting van Joel Wagenaar. En DVS neemt over via Okan Soykan en Gerald Poot en nu Roald de Vries naar Maurice de Ruiter. Komt die bal. Inderdaad, in het strafschopgebied wordt doorgekopt. En daar valt het eerste doelpunt. Via een voet van een van de DVS'ers. Het schot was van Harvey Bishop. En ik vertelde het al, een van de wapenen van Drachtse Boys. Stand 0-1. Alles wat supporter is van Drachtse Boys. Want Drachtse Boys is hier op 0-1 gekomen. Op een voorsprong dus. Het was een van die wapenen van Drachtse Boys die ze hebben. Namelijk de verre ingooi van Aguna. Die werd netjes doorgekopt. En vervolgens was het Harvey Bishop die de bal inschoot. En
via een voet van een van de DVS'ers. En daar valt niet het tweede doelpunt. het was een overtreding van een van de verdedigers van Drachtse Boys ten opzichte van Christian van der Kamp in dit geval. Ik dacht dat het Aguna was, maar zou ook zomaar Harvey Bisschop kunnen zijn geweest. En DVS krijgt een penalty. Dus net als Harkemaarse Boys tegen VVOG gaat hier de wedstrijd heel snel doelpunten opleveren. Harkemaarse Boys VVOG was ook binnen de kortste keren 1-1. En hier zou zomaar de 1-1 op het bord kunnen komen. Dus dat ga ik nu natuurlijk even live meenemen. Want ja, dat levert natuurlijk wel even een brokje spanning op voor de supporters van DVS. Maar natuurlijk ook voor de mensen die luisteren naar de omroepen waar ik nu voor spreek. Hoe die omroep heet? Ik denk Drachter. Drachter, gewoon hè? Oh ja, oké, goed. Nou, we gaan kijken. De bal wordt neergelegd door Maurice de Ruiter in dit geval, een van de DVS'ers. Die vrijwel altijd de penalties neemt en altijd zijn aanloop even stopt. Kijken wat de keeper doet en vervolgens de bal in het doel schiet. En de stand is hier dus na 9 minuten spelen 1-1 tussen Drachtse Boys en DVS 33. Tot zo! Paas Johan van Zanten in de richting van Maurice de Ruiter. Maar die paasjes die zijn allemaal net niet lang genoeg om gevaarlijk te zijn. Die komen net niet aan. Nu snelle combinatie ook aan Sojka met Maurice de Ruiter. Die bal die komt daarvoor en de DVS begint nu echt op stoom te komen. Prachtig schot van Jarl Poot. Maar die bal die gaat net naast. Ook door de reactie natuurlijk van Jarno de Jonge. Die houdt die bal prima tegen. En het wordt een corner. Prachtig schot van Jarl Poot. Mooie aanval van DVS. Nu. Oh, echt een kans voor Maurice de Ruiter. Uit die mooie lange bal. Hij hoeft er eigenlijk alleen maar tegen die bal aan te lopen en dan loopt hij hem er zo in. Hij gaat dat zoveel mogelijk opzoeken. Snelle combinaties door het midden, tussen de linies doorspelen en dan proberen gevaarlijk te worden en kansen te creëren. Maar nu toch ook weer aanvallend. Dat is een schot daar van de nummer 10 in dit geval, Aziz Geyik. Op een hele mooie voorzet van linksaf. Mooi teruggetrokken bal. En dat had zomaar de 1-2 kunnen zijn. Dus DVS moet behoorlijk op zijn tellen passen hier voor Drachtse Boys. Want die verrast mij tot nog toe met heel redelijk voetbal. Die doen dus gewoon echt mee hoor in deze wedstrijd. Stand hier in Ermelo dus tussen DVS en Drachtse Boys 1-1. Aguna mee naar voren. Komt hij weer hoog ingebracht. Het moet mij neer. Hele duidelijke specifieke kwaliteiten, Drachtse Boys. En als ze daar optimaal van gebruik maken, is het een gevaarlijke ploeg. Gerald Poot. Ah, Drachtse Boys zit er ook bovenop. Stoort ook daar waar het kan. Heel compact. En echt met elkaar. Ali Akla. Die wordt ook behoorlijk in de gaten houden. Goed op zijn huid gezeten. Maar het levert uiteindelijk wel die actie van Ali Akla een hoekschop op. Via de nummer 20, Herman Rozema. In dit geval een korte. Levert misschien nu een keer wat op. Ja, komt hij. Keeper die laat hem daar los. En Joran van Zanten probeert hem te verschalken met een hakje. Maar daar stonden gewoon veel te veel spelers in het strafschopgebied van Drachtse Boys. Vrije trap Drachtse Boys. Robert de Vries, bal aan de voet. Kijkt, wat gaat hij doen? Maurice de Ruiter kan zijn stempel nog niet echt drukken op deze wedstrijd. Robert de Vries zet die bal hard en laag voor. Komt Ali Akla in. En daar. Oh, wat een prachtig doelpunt van Daniel van Warven. Wat krult hij die bal er schitterend in. Heel erg mooi. En weer op een prachtig moment vlak voor rust. Komt DVS hier op een 2-1 voorsprong. Dat hebben we vaker gezien. En dat is toch echt heel erg mooi om bij te zijn. Om mee te maken. Zo'n schitterend doelpunt van Daniel van Warven.
Hiervoor komen de mensen naar het stadion. Dit was een heerlijke krul. Lekker is dit met voor de rust nummer 18. De scheidsrechter fluit drie keer ten teken dat de rust is aangebroken in een wel interessante eerste helft. Waarin DVS misschien toch wel wat foutjes maakte. Waarin je toch duidelijk ook de trainers er nu en dan een beetje zag balen. Want ja, lang niet alle zaken gingen naar wens, maar sommige wel. En dat was natuurlijk de penalty van Maurice de Ruiter. En de werkelijk schitterende krul van Daniël van Warffen. Precies op het juiste moment, vlak voor rust. Waardoor DVS hier op een 2-1 voorsprong gekomen is. Uiteindelijk is die tussenstand natuurlijk wel verdiend. Op grond van het feit dat DVS toch de iets betere ploeg is in deze wedstrijd tussen DVS en Drachtse Boys. Tweede helft dus begonnen in deze wedstrijd tussen DVS en Drachtse Boys. Benieuwd wat Jan Veldhuizen en John Kamphuizen hebben besproken in de rust. Vrije trap ook aan Sorkan. Komt die bal daar hoog. En kopbal. Jammer. Christian van der Kamp die daar toch zijn hoofd tegen de bal aan wist te krijgen. Dat vind ik heel knap ten opzichte van die grote verdedigers. Maar dit was weer zo'n moment van Christian van der Kamp waarin hij beslissend had kunnen zijn. En hier de 3-1 had kunnen aantekenen. Bakels is inmiddels ingevallen voor Drachtse Boys. Die is ingevallen voor de nummer 11 Jan Stoker. En komt daar die ingooi. Maar hij kiest nu voor een andere manier via Hassan. Die gaat de bal nu voorbrengen. En hij zat in een hele mooie schietpositie. Maar hij dacht, nou, ik ga hem toch nog een paasje geven aan mijn maatje. Dat was in dit geval Gejik. Die zomaar vrijuit tot doel kon schieten. Maar dat deed hij niet. Daar een beetje paniek in de verdediging van DVS. Terugspeelbal op Daan Huiskamp. Hij wordt daar heftig gestoord. Maar dit was weer een moment waar een Drachtse Boys gevaarlijk zou hebben kunnen zijn, maar dat net niet werd. Eigenlijk toch wel een beetje paniek hoor in de verdediging van DVS. Maar Drachtse Boys zit er bovenop en stoort enorm. Maar deze bal die wordt toch buitenspel gegeven. Fred de Boer is er. Ja, oh nee, die maakt een teken van wissel. Drachtse Boys geeft zich nog lang niet gewonnen. Ondanks. Komt die bal daar? Hoog voor de pot. Ho! En via wat hoofden, daar een schietkans. Maar het bal geblokt. Maurice de Ruiter. Roald de Vries. Daniël van Warf. Ah! Kleine misverstand. Van tijd tot tijd aardig. Veldspel van DVS. Maar dan in één keer toch weer de beslissende passes die net niet aankomen. Mike Arends is zich aan het warm lopen. Het doelpunt zou zomaar kunnen vallen. De hoop in de harten van de supporters van Drachtse Boys die is nog lang niet vervlogen. Hier wordt een wissel toegepast. Daniël van Warffen gaat eruit. Dat is de eerste keer dat hij gewisseld wordt. De man met het prachtige doelpunt, die prachtige krul. En Mike Arends, die dat ook kan, die komt in het veld. 31 minuten en 30 seconden gespeeld inmiddels. En we gaan hier een heel spannend laatste kwartiertje tegemoet natuurlijk. Daar kunt u van verzekerd zijn, denk ik. En daar Ronald Hoek. Maar nee, is het een overtreding of niet? Nee, die bal die loopt gewoon over de zijlijn. En DVS mag gaan ingooien. Ik dacht dat Ronald Hoek even een kleine overtreding maakte op Aziz Gejik. Nu heeft Ronald Hoek dus de gelegenheid om te gaan ingooien. Kan zomaar gebeuren hoor, de 2-2. Komt die bal? Hoog. Komt die? Nee. DVS brengt zichzelf daar in moeilijkheden via ongelukkige ingooien. Nu, Maurice de Ruiter. Wat gaat hij doen? Wat een schitterende boogbal, Maurice de Ruiter. Wow. Dit is fantastisch. Dit is weer een de Ruiter momentje. Heel erg mooi. En natuurlijk ook die assist van Christian van der Kamp. Waarvan ik had gedacht dat hij gewisseld zou worden. Maar Jan Veldhuis heeft het goed gezien. Ik wissel Christian niet, want die geeft de assist aan Maurice de Ruiter. En Maurice de Ruiter wipt hem over de doelman.
wedstrijd is hier, zou je zo zeggen, beslist. Jarrelpoot. Daar een mooi paasje naar Maurice eruit. Dan gaat hij daar de 4-1 aantekenen. Hensbal lijkt te mij, scheidsrechter. Dat kon je toch wel heel overduidelijk zien. Maar goed. Hi, met Piet. Ik heb een doelpunt. Hè. Daar maakt de scheidsrechter zich even een klein beetje onmogelijk. Maurice de Ruiter. Daar bal aan de voet over de middenlijn. Tikt hem even op Okan Soykan. Naar Ali Akla. Paast hem heel goed naar, naar Mike Aris. Mooie passeerbeweging. Mike Aris, wat gaat hij doen? Geeft hij een penalty? Ja, ik denk het haast. Of wordt het een penalty, denk ik, overduidelijk. Het was een mooie passeerbeweging van Mike Arends. En hij werd gewoon ouderwets gehaakt. En prachtig op het konto van Mike Arends geschreven. Individueel goede actie van Mike. Waardoor ik denk dat Maurice de Ruiter zijn doelpuntenaantal toch nog even kan opschroeven. Mike is eventjes met hem in conclaaf. Zou ik hem er niet een keertje in mogen trappen? Maar nee, de hiërarchie is denk ik vrij duidelijk. Maurice de Ruiter, die heeft natuurlijk wel zin in het topscorerschap. Die wil zijn derde doelpuntje hier maken. Staat daar weer klaar. Zal ongetwijfeld weer even kijken wat doet die keeper. Komt hij? Stopt even. Ja, schiet hem de bal. Gewoon heel probleemloos in de rechter benedenhoek. Volkomen onhoudbaar voor Jarno de Jonge. En zo wordt het hier toch nog een 4-1 stand. En dat is een stand die DVS wel eens eerder tegen Drachtse Boys hier in Ermelo heeft geproduceerd. En verdiende overwinning natuurlijk uiteindelijk voor DVS 33. Als rijpe appelen, zou ik zo zeggen. En de scheidsrechter maakt er ook gelijk een einde aan. We hebben gekeken naar toch wel een interessante pot tussen DVS 33 en Drachtse Boys. Waarbij Drachtse Boys toch het heel lang spannend hield en behoorlijk goed vol hield. En ik vond dat ze toch verrassend goed tegenspel boden. En DVS heeft er lange tijd behoorlijk wat problemen mee gehad. De combinaties verliepen lang niet altijd even vlekkeloos. Maar toch wordt hier een 4-1 overwinning genoteerd. Toch makkelijk scorende ploeg. DVS 33, maar een volkomen verdiende overwinning hier in Ermelo. Alle luisteraars, nogmaals een heel goed weekend en geniet er allemaal van. Maar ook de tv-kijkers natuurlijk van DVS en de hele regio. Ook u allen een heel goed weekend en langzamerhand gaan de spelers richting de kleedkamer. We hebben genoten van een hele interessante pot voetbal. Nogmaals, tussen DVS en Drachtse Boys. En DVS blijft de koppositie delen met de Harkemaarse Boys. Tot horens en tot kijk. Drachtse Boys viel mij eigenlijk niks tegen. Ik bezit toch wel een stel aardige voetballers, maar wisten weinig kansen te creëren. Mede doordat de verdediging van DVS heel goed stond. Nou, dat is een compliment voor de verdediging. Ja. Waren er nog andere dingen wat je opviel in deze wedstrijd? De balvaardigheid van onder andere Daniel van Warven. Die toch vanaf 25 meter die bal redelijk raakt, mag ik wel zeggen. Ik kan me goed indenken dat je het zo voorstelt. Het was een hele goede bekeken bal, vond ik. Een terechte 2-1 voorsprong op dat moment. Of keek jij er ook weer anders tegenaan? Nee. Op dat moment absoluut een terechte voorsprong. En DVS heeft er toch wel een beetje patent op dat ze vlak voor rust toch steeds weer die beslissende voorsprong nemen. En die ze dan weer gaan uitbouwen in de loop van de tweede helft. Dat stemt mij toch wel tot tevredenheid. Het lijkt een geflatteerde overwinning. Misschien zal dat ook wel in de kranten komen. Maar uiteindelijk is het ook eigenlijk niet eens zo. Want er was nog een hensbal bij. Het had ook zomaar 5-6-1 kunnen zijn. Daar ben ik helemaal mee eens, Pies. Dus bij deze hebben we een terechte overwinning voor deze middag afgesloten. Hier zo. Bedankt voor het kijken naar DVS TV. Piet. Na je voetbalcarrière zit er heel wat voor je in. Het moet blijft nog even zitten. Maurice,
Ik denk een goede wedstrijd voor jou persoonlijk. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Ja, persoonlijk. Ja, qua goals was goed. Alleen qua acties kan wat beter. Wat bedoel je met beter? Soms raak ik een beetje ongelukkig die bal kwijt of verkeerde keuze in de passing. Vandaag ging het dan niet fout, omdat we niet genoeg kwaliteit hebben. Maar... Niet genoeg kwaliteiten? Wat bedoel je daarmee te zeggen? Ja, het is gewoon een werkploeg. En lange ballen, een beetje opportunistisch spelen. Dus dat is de enige moeite die we gehad hebben met die lange inworpen, lange ballen, noem maar op. Ja, die lange inworpen, daar kwam de goal ook uit. Een beetje ongelukkig. Ja. De goal van, eigen goal van Ronald Hoek. Ja, hij maakt hem mooi af met zijn billen. Dus, dus hij staat op 1? Ja, hij staat op 1, ja. Dus, we kwamen dus door een pengel op 1-1. Ja. Een terechte pengel, lijkt me. Ja, ik stond erachter. Chris werd gewoon naar het gras getrokken. Of kunstgras getrokken. En die ging mooi neer, dus ja, dan is het een penalty. Het is van achteren altijd mooi te zien hoe jij die pengels neemt. Even met een aanloop, even stoppen, kijken wat de keeper doet. En dan juist zoeken, hè? Ja, en dan de andere hoek is. Alleen dit keer bleef hij wel lang staan, dus ik moest extra lang wachten nu. Ja. Maar hij zat erin. Hoe vond je verder ons spel? Bij vlagen wel goed, maar niet zoals wij horen te spelen. En hoe horen wij te spelen? SVZW uit, thuis. Snelle combinaties. PVG, ja. Werken voor elkaar. Ja. Kwam vandaag iets minder in deze wedstrijd naar voren. Hè? In de rust hoorde ik dat we wat gif misten. Dus, Ja, dat was duidelijk het verhaal van de trainer. Ik denk ook een terechte opmerking. Dus de tweede helft kwam Drachtse Boys toch wel redelijk met vier. Ze gingen eigenlijk al met vier man. Maar volgens mij kwam er nog een vijfde spits bij. Ja, dat... Vrij vroeg in de wedstrijd, in de tweede helft bedoel ik. Ja, die tien stond eigenlijk al vrij diep. Die liet elke keer zakken vanuit de rug van de spits. Maar later kwam er inderdaad nog wel een man bij. Ja, en daarom creëer je toch wel heel veel ruimte op het middenveld. Ja, zoals Okan en Gerald, die over een hele goede wedstrijd speelt. Zeker, en daar moeten we ook stap in maken. Want eigenlijk moet je dan uitlopen tot 5-6 doelpunten als je het goed uitspeelt. Ja. Dat hebben we niet gedaan. Dat is wel vaker geweest dit seizoen. Dus, Ja, wat Pieter al terecht een opmerking maakt. Ik denk ook dat wij een strafschop werden ondernomen. Duidelijk hensbal was ook een actie van jou. Ja, was ook hens. Ja, hè? Die jongen die zei zelf van niet, maar was wel duidelijk te zien. Nee, dus. Nee, maar, dus, maar al met al een terechte overwinning eigenlijk met minder voetbal. Maar zo kun je kampioen worden. Ja, zo als je wint word je kampioen. Dus dat is het belangrijkste. Daarom. De wedstrijd van vorige week snel vergeten. Vandaag 3 punten. Met redelijke voetbal. Ja, en volgende week Flevo Boys, als het goed is. Flevo Boys had volgens mij verloren. Ja, van Excelsior dacht ik. Ik hoor net 2 rode kaarten. Voor wie? Welke spelers? Dennis van der Wallen en Jenno van der Wallen. Nou ja. Oké, de 2 boys. Maar ze zal zaterdag wel 11 man opstellen. Ja. Dus, nee, maar wij hebben nog wat goed te maken. Hier thuis kwamen we niet in ons spel, dus dat wordt een mooie wedstrijd daar. Zeker hebben we daar wat goed te maken, absoluut. Maurice, hartstikke bedankt voor dit interview. Ik ben namens DVS TV. Ja. Bedankt, succes volgende week. Dankjewel. Goed trainen. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Dames en heren, Piet, kom er maar even bij. Wat vond je van deze geweldige interviewers? Ja, geweldig. Jullie maaien het gras voor mijn voet weg en dat gaat er gewoon hartstikke goed. Ja. Ik hoef het niet meer te doen, denk ik. Nou, dus volgende week ben jij vrij? Volgende week ben ik vrij, ja. Dan wens ik jullie heel erg veel succes. Ga je vakantie. Juist. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar DVS TV. Tot volgende week.